Voordat we deze video gaan starten, wou ik nog een snelle disclaimer doen. Alles wat je gaat horen in deze video's zijn mijn mening, zijn ervaringen die ik zelf heb beleefd of die van vriendinnen, kennissen of familieleden. Als je wat hoort wat jou helpt in jouw leven, pas het toe. Maar ik ben zeker geen life coach of dating coach. Ik vertel jullie gewoon mijn ervaringen en hoe ik dingen zie. En ik hoop dat jullie er wat aan hebben en deze video's leuk vinden. Doei guys, enjoy! Hi my beautiful lovelies, welkom bij een nieuwe video. En vandaag heb ik een date met Brandy voor jullie. Ik heb cranberry sap in mijn glas, voor de mensen die het willen weten. En in deze video gaan we het hebben over een single breakup. En wat houdt een single breakup in? Dat is eigenlijk de breakup die je hebt met iemand waarmee je eigenlijk nog geen relatie hebt. Dus dat is een situationship, dat is een friends with benefits die eigenlijk overrolt tot in gevoelens, maar nog net geen relatie. Dat is eigenlijk met iemand in de talking phase zijn voor maandenlang en diegene is eigenlijk een gedeelte van je routine. Dus heb je verwachtingen en hopen en zelfs al een beetje verliefdheid of liefde voor diegene. Maar dan loopt het stuk. En hoe moet je je dan voelen? Want je had geen relatie, maar het doet wel pijn. That's complicated. So, hier zijn mijn tips om daar overheen te komen of het te voorkomen. In ieder geval te verkleinen. De heartache te verkleinen. Wil jij mijn tips weten? Blijf dan kijken. Eerste tip om een single heartbreak te voorkomen of in ieder geval een beetje te verzachten is: hou je verwachtingen laag. Hou je verwachtingen laag voor alles als het komt op daten. Omdat mensen zullen nooit doen wat je van ze verwacht. Nooit exact wat je van ze verwacht. Het is altijd beter of slechter. Maar in dit geval is het echt belangrijk om je verwachtingen laag te houden. Omdat je hebt nog geen recht om überhaupt iets te verwachten van diegene. Want diegene is nog single. Misschien praat diegene nog met andere mensen. You never know. So, ga niet een hele hoop dingen verwachten. Ga niet een hele hoop dingen verwachten. Ga niet all your hopes and dreams in dit stoppen. Girl, I know how it feels. Want soms praat je met iemand en het flows en het flows en het flows. En je denkt van, this could be it. Oh my god. You know, I know. Maar probeer je verwachtingen laag te houden. Trust me. Because she been through it. Okay? She been through it. Hou je verwachtingen laag. Dan is alles, al het leuke wat er gebeurt, is zelfs nog leuker omdat je verwachtingen zo laag waren. En je hebt nog niks. So like, wat moet je verwachten? You know what I mean? Ik snap het, omdat soms praat je maandenlang met iemand en dan verwacht je bepaalde dingen van diegene, want verwachtingen komen natuurlijk vaak. Daar kan je niks aan doen. Zeker niet als vrouw. But just know that je kan nog niks van diegene verwachten. Hou ze laag. Alles wat dan gebeurt is juist fijner. And just let it flow, you know? Just let it flow. It's gonna do what it's gonna do, you know? So, yeah. Tip 2 om een single heartbreak te verzachten of te voorkomen is: ga meer mensen daten. Als je bent zoals ik. Ik date vaak maar één persoon tegelijkertijd. En dat is puur omdat ik altijd zoiets had van, ja, ik kan me denk ik niet focussen op andere mensen. En vaak als ik het leuk heb met één iemand, wil ik dat meer exploren, al gelijk, weet je wel. Maar wat ik echt heb geleerd is, ga met meerdere mensen daten, ga met meerdere praten. En dat is zeker wat ik ook ga doen voor de eerste keer in mijn leven. De volgende keer dat ik actief ga daten, ga ik ook met meerdere mensen daten. En niet gelijk als ik een soort van klik heb met iemand, gelijk alles afkappen. Afkatten met iedereen en alleen focussen op die persoon. Nee, je bent nog single, je hebt niks, je hebt nog geen conversation gehad van oké, zijn we exclusief, whatever. Deze gasten die praten ook met 101 chickies vaak. Dus weet je, praat gewoon met verschillende mensen, weet je. Heb het leuk met meer mensen en pas wanneer je echt een genuine connectie hebt en diegene hebt gezien, diegene hebt ge-experienced, dan kan je zeggen van oké, ik ga me focussen op deze persoon. Maar vaak doen we dat te vroeg, waardoor we al onze hopes en dreams in deze persoon gaan zetten. Waardoor als het dan stuk loopt, je echt gewoon gelijk je nek breekt. Je echt gewoon gelijk helemaal out for the count bent. Even KO. Omdat je dacht van, oh my god, ik dacht dat deze het was. Maar eigenlijk heb je wel echt goed nagedacht. Heb je wel echt een connectie met die persoon? Of was het gewoon leuk en de gesprekken waren leuk en de vibe was leuk? Maar heb je erover nagedacht of het wel echt jouw persoon is? In de zin van, heb je hem meegemaakt in zijn eigen environment? Heb je hem vaak genoeg gezien? Heb je hem überhaupt gezien? Kijk, het is heel erg link in deze tijd. Omdat we vaak het idee hebben alsof we iemand kennen. Terwijl we diegene eigenlijk niet kennen. Omdat alles is online. Daten doen de meeste mensen eigenlijk ook online nu.
Dus ik kan je niet vertellen hoe vaak ik met een jongen, een man, sprak maandenlang. Waardoor je eigenlijk al het gevoel krijgt alsof je iets hebt met iemand. Een band, een connectie, een soort van situationship, een soort van lange afstandsrelatie. Omdat je 3, 4, 5, 6 maanden soms met iemand praat, elke dag bewijzen van. Dat gaat gewoon aan je knagen. Als je dan niet appt, denk je van, oh, ik heb nog geen appje gehad vandaag. En daar begint het. Want dan beginnen die verwachtingen te groeien. En nu heb je het idee alsof je iemand kent. Want je hebt dus over van alles en nog wat. Familie, reizen, hobby's, muziek. Alles, alles, alles en nog wat. En nu heb je eigenlijk het gevoel alsof je iemand kent. Maar je mag niks van diegene verwachten. Omdat je kent diegene nog niet. Je hebt diegene nog niet meegemaakt. Je weet je. En daarom is het nu zo link. Omdat je eigenlijk al een soort van relatie begint. Omdat als je dat in het echt hebt, dan is dat anders. Want in het echt zou je na die 3, 4, 5 maanden al iets hebben. Maar dit is online. En je hebt elkaar nog niet gezien. Maar je gevoelens en je verwachtingen gaan er al wel in zitten. Daarom leer iemand gewoon kennen. Ga meerdere mensen daten. Spreek af. Ik zeg ook altijd, praat niet te lang online. Nu volg ik mijn eigen advies ook vaak niet op. Want ik praat ook soms heel lang met bepaalde mensen. Soms is het leven. Soms door omstandigheden kan je elkaar niet zien. Maar ik geef toch het advies, ga niet maandenlang elke dag met iemand praten online. Want ik heb vaak genoeg meegemaakt, dan praatte ik maanden met iemand en het was allemaal leuk. En dan zie je elkaar uiteindelijk. En dan is het helemaal niet wat je verwacht. Jij bent niet wat hij verwacht. Hij is niet wat jij verwacht. Misschien is de klik helemaal niet hoe het was. Omdat online zijn heel veel mensen toch niet hunzelf. Dus als je diegene dan in het echt ziet, ja, dan heeft diegene geen keus. Want ja, je ziet nu hoe die loopt, hoe die praat, hoe die doet. En het verstoppen is veel, veel, veel moeilijker. Dus ga niet lang wachten, omdat dan komt het ook hard aan. Omdat je hebt dan al een attachment. Omdat je denkt van, oh, ik heb zo lang gepraat met diegene en het was zo leuk en nu heb ik hem gezien en het klikt gewoon niet. Of hij is gewoon niet wat ik me verwacht. En wat heb je dan? Single breakup. Because you're still single, but you feel hurt and it feels like a breakup. So, date meerdere mensen. Ken ze goed. Ga ze in het echt experiencen. En pas wanneer je denkt van, ja, ik heb een goede gist aan, een goede houvast op hoe iemand is, zero dan in op diegene of heb een gesprek erover van oké, we daten nu al zo en zo lang. Hoe denk jij erover? Hoe denk ik erover? Whatever. En stel dan vast van oké, gaan we exclusief zijn? Ja of nee? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus date meer de mensen. You know, get to know people. You know, it's fun most of the time. Tip 3? Zijn we bij 3? Ja, volgens mij wel. Tip 3 voor een single breakup, om die te voorkomen, om die te verzachten, is blijf je ding doen. Blijf gewoon je leven leven. Ga niet, weet je, ik heb ook wel eens ervaren dat ik met iemand ging praten. En alle vrije tijd die ik had, schonk ik aan diegene, weet je wel. Als die belde, was ik available. Als die langskwam, was ik available. Als die wou afspreken, was ik available. Don't be always available. Iedereen heeft een leven, dus jij ook. Je kan niet, mensen kunnen niet verwachten dat ze in jouw leven komen en alles stopt. Like, you have responsibilities, you have hobbies, you have friends, you have family, you have people that were long there before that new person. Dus stop niet heel je leven voor die ene gozer. Omdat ten eerste, het is pril. Je kent hem nog niet eens. Soms heb je hem nog niet eens gezien. But you always on the phone. You always available. En ik ben daar ook echt schuldig van geweest. Omdat soms is het zo leuk om met iemand te praten. Het is leuk. Jullie hebben het gezellig. Hij laat je lachen. Het is leuk over en weer foto's sturen. Video bellen. Everything. The whole shebang. I know. But trust me. I have changed my ways. Want altijd available zijn. Girl, that ain't cute. Wees niet altijd available. Blijf gewoon je dingen doen. Als je vrije tijd hebt en je denkt van, oh, ik wil, ja, ik heb even zin om te praten of zo. Dat is wat anders. Maar ga niet dingen rondschuiven of dingen afzeggen of wat dan ook. Alleen voor deze gasten al helemaal niet. Als je nog geen houvast hebt. Al helemaal niet. Als je nog geen relatie hebt. Als je nog geen exclusivity hebt. Don't do it. Don't do it. Want guess what? Als hij dan de benen pakt of jullie besluiten samen dat het niks gaat worden. Dan ga jij terug naar je leven en nu is je leven in shambles. Omdat je alles links hebt laten liggen voor hem. En dan ben je en verdrietig omdat het niks is geworden. En je bent depressed omdat je leven een zooi is. En je hebt alles afgezegd. En je vriendinnen denken ook van ja, stik er maar in. Want je geeft ons op voor een jongen die je net 3 maanden kent. Snap wat ik bedoel? Dus blijf gewoon je leven leven, weet je wel. Als het zo moet zijn, moet het zo zijn. En je wil ook een jongen die een leven heeft. Je wil ook niet dat hij heel de dag in je neusgaten komt zitten. En ook gasten. Gasten vinden het aan het begin leuk. Het is aan het begin cute. Van oh, ze is altijd available. Maar daarna word je gewoon vervelend. Want hun hebben
hebben ook een leven. We willen ook met hun mattie zijn of met familie of whatever. So you can't be a leech. You know, you can't be a leech. Just live your life, girl. There's a lot of life to live out in these streets. Just do your thing. En dan wanneer jullie tijd hebben, dan spreken jullie af. En zo worden de momenten ook leuker. En zo heb je vaak ook leuke dingen om over te praten. Want als je iemand elke moment van de dag spreekt of alles opzij schuift om diegene te zien of te spreken, op een gegeven moment ben je uitgeluld. Op een gegeven moment ben je gewoon uitgeluld. En vooral als je diegene nog niet kent, weet je, of je hebt nog niks, weet je, geef diegene niet zoveel macht of zoveel tijd over jouw leven, terwijl diegene nog geen positie heeft verdiend in jouw leven. Like, make it make sense. This just makes no sense, you know? So, yeah. Tip 4, volgens mij zijn we bij 4. Ugh, I'm just losing it. Anyway, tip 4 is wel een hele goede tip voor alle aspecten van je leven. Maar vooral in daten, omdat daten doet soms heel veel met je mentaal. Tip 4 voor een single breakup, om die te verzachten of te voorkomen, is werk aan jezelf. Wees een happy person van jezelf. Werk eraan. Als je niet happy bent, dat maakt niet uit. Omdat we zijn niet allemaal happy. Maar ga dan kijken, wat zijn de oorzaken? Waarom ben je niet happy? Kan ik wat veranderen? Kan ik wat doen? Kan ik wat meer doen? Kan ik wat minder doen? Kan ik hulp vragen? Kan ik hulp zoeken? Kan ik hulp aannemen? Weet je? Maar zorg ervoor dat jij in je core een happy person bent. Omdat als je een happy person bent, guess what? Dan krijgt niemand jou van je happy cloud. En tuurlijk ga je nog down dagen hebben en depressieve momentjes. I just got it out of mine, you know. Maar een echte happy person heeft er altijd vertrouwen in dat diegene eruit komt. En dat het misschien, ik denk eerlijk gezegd, als jij in je core echt happy bent van binnen, is soms jouw depressieve periode misschien een weekend of misschien wel een weekje in plaats van maanden of jaren, weet je? Werk aan jezelf, werk aan het blij zijn. Als je onzeker bent, waarom ben je onzeker? Wat maak je onzeker? Waar kan je eraan werken? Vind je jezelf te dik? Vind je jezelf te dun? Vind je haar niet mooi? I don't know, heb je vrienden, vriendinnen in je vriendenkring die altijd negatief zijn over hoe je eruit ziet of zo? Be gone, the door. Like, just throw them out, girl. Ain't nobody got time for negativity, you know? Wees een positief iemand. Ga aan jezelf werken. Ga werken aan de dingen die jou onzeker maken, weet je? En los ze gewoon op. Want het leven, doorgaan met het gevoel dat je van jezelf houdt en dat je blij bent. Girl, there is nothing like it. There is nothing like it. En als mensen jou kapsones vinden of whatever, dat is hun zaak. I love myself. Wie vindt dat kapsones is, die heeft duidelijk issues. Omdat het houden van jezelf is heel erg belangrijk. Want guess what? In jouw leven moet je het doen met jezelf. Je krijgt nooit meer een andere lichaam of een andere jij om het leven door te maken. Hiermee moet je het doen. En het leven overleef je niet. Dus you might as well live your best life. You know, be happy. Work on yourself. Do your thing. Don't let anyone stop you. En ik denk dat als je echt zo'n happy persoon bent en echt gewoon positive bent, dat je dan minder lang in zo'n down breakup momentje zit. Weet je, het is niet erg om het te hebben, maar ik denk dat je dat beter kan handelen dan als je al depressief bent of je bent heel erg onzeker en zo. Dat brengt alleen maar meer onzekerheid, dat brengt alleen maar meer depressiefheid. Dus werk eerst aan jezelf en dat zal ik doen voordat je begint met daten. Dat is een tip voordat je begint met daten, om misschien zo'n single breakup te voorkomen. Hey, you know, yeah. En tip 5, dit is eigenlijk niet echt een tip, maar meer een geruststelling. Een single breakup is echt een ding. Like, het is iets echt. Dus laat niemand je zeggen van, girl, waarom ben je verdrietig omdat jullie hadden nog niks. Nee, jij weet hoe iets voelt en jij weet of iets pijn doet of iemand jou gekwetst heeft of iets of effect op jou had. Jij weet dat. Dus laat niemand je zeggen van, girl, maar je had toch nog niks. Waarom doet het je zoveel? Ja, omdat voor jouw gevoel zat het wel wat dieper dan dat mensen denken. Jij gaat er doorheen. Het is niet iemand anders struggle, girl. Het is hartstikke oké om verdrietig te zijn omdat je 3 maanden, 4 maanden, 5 maanden, 6 maanden met iemand hebt gesproken. Elke dag zowat. En het loopt dan stuk. Omdat het kost 2 weken om een routine te hebben. Dus als jij 3 maanden praat met iemand elke dag, dat is jouw routine. En als jij opeens, diegene wegvalt, dan ga je diegene missen, ja. Dus het is oké om daar verdrietig over te zijn. Blijf er
er niet in haken. Want het is het niet waar. Hij is het niet waar. Blijf er niet in haken. Maar het is oké om je zo te voelen. En geef jezelf een minute. Geef jezelf een minute. You know, verwen jezelf. Hou je bezig met jezelf. Ga werken aan jezelf. En dan, when you're ready, go back out. Out into the streets, girl. The streets is calling. Oké. Nee, maar geef jezelf gewoon echt een minuutje. En het is oké om je zo te voelen. Like, you know, it happens to the best of us, girl. So, ja, het is oké, weet je. Het is een echt iets. Laat niemand je zeggen dat je er geen recht op hebt, omdat jullie niks hadden. Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Omdat soms kunnen iemands woorden, iemands daden, iemand hoe diegene met je omgaat. Misschien omdat je elkaar misschien 2 of 3 keer hebt gezien. Of jullie hebben over bepaalde dingen gesproken aan de telefoon. Soms waren gesprekken heel intiem. Dat wekt gewoon gevoelens. Dat wekt gewoon verwachtingen. Dat wekt gewoon emoties. En soms als iemand dan wegvalt, dat doet soms gewoon pijn. En mensen die het niet begrijpen, dat is hun zaak. Zolang jij het begrijpt en zolang jij het door hebt gemaakt en zolang jij het voelt, dat is het belangrijkste. You know? So it's okay, girl. Just give yourself a minute. The best queens in the world have needed a minute, you know, to figure things out. Het is niet erg. Dus yeah, it's okay. It's okay to feel some type of way. It's okay to feel some type of way. Hey, you know. So yeah. So guys, that was it. That was the video. That was the video. Cranberry is bijna op. So that's good. It was a good video. Ik heb zo'n slit in mijn wenkbrauw. I was trying something new. I like it. I actually like it. But anyway, thank you for watching, babies. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als je deze video leuk vond, doe een duimpje omhoog. En ik zie jullie in de volgende. Bye!